Scholieren uit wijde regio komen naar Stadseiland Nijmegen. Op een militair kamp met 350 reenactors leren zij alles over de oorlog. Ik vind het indrukwekkend dat kinderen op deze manier zo betrokken kunnen zijn bij zo'n oud verhaal van 80 jaar geleden. En verder in het nieuws vandaag. Radboud Universiteit staat stil bij generaal Gavin en de 82e Airborne Divisie. En GGD maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad van de coronaprik. Nu de herdenkingsweek rondom 80 jaar Market Garden volop bezig is, is het ook tijd om de jongeren hierin te betrekken. In Nijmegen startte vandaag een educatief programma met een bezoek aan het militaire kamp dat momenteel op Stadseiland Veurlen te vinden is. Het Nijmeegse Stadseiland is deze dagen compleet omgetoverd tot militair tentenkamp dat ook echt bewoond wordt. Leerlingen van diverse basisscholen krijgen een rondleiding en voeren hierbij opdrachten uit. Allemaal om te zorgen dat het verhaal van de bevrijding wordt doorverteld. Iets wat het een zeer leerzame ochtend maakt. Ja, dat is het zeker. Dat is ook ons hoofddoel. Dus de kinderen van groep 7 en 8 mee te nemen terug in de tijd, maar op een hele interactieve manier. De leerlingen krijgen 4 activiteiten waarover ze uiteindelijk 17 vragen moeten beantwoorden. Ze moeten ook peddelen in een boot, achterin een lege truck richting het monument waar ze het verhaal achter het monument te horen krijgen. Ze gaan in de medische tent, krijgen ze het verhaal van hoe de medics in de Tweede Wereldoorlog hun werk deden. En zo krijgen ze op diverse locaties krijgen ze het verhaal mee. En moeten ze opdrachten uitvoeren en vooral actief eigenlijk aan de authentieke materialen zitten. Beleving is een belangrijk aspect in deze herdenkingsweek. Zo verblijven er op dit kamp meer dan 350 reenactors die vrijdag de Wouwkrossing zullen naspelen. Wat ik heel erg bijzonder vind vandaag is dat er heel erg veel schoolklassen ook hier naartoe komen uit de hele regio, zelfs tot en met Wageningen, die het verhaal beleven. En dat is wat we als gemeente ook heel belangrijk vinden, dat er iets beleefd wordt. En je ziet dat ze hier een heel knap evenwicht hebben tussen de spectaculaire militaire hospitaals en vrachtwagens. En tegelijkertijd de kinderen de hele tijd ook even laten beschouwen van wat is vrijheid en waarom is dat belangrijk? Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. De leerlingen mochten dit dan ook zelf opschrijven op de letters van het woord vrijheid, die groot op het eiland te vinden zijn. Vrijheid is iets wat eigenlijk voor velen heel ver weg klinkt. Eigenlijk heel vanzelfsprekend is. En ja, je zou het soms kunnen vergelijken met zuurstof. Je ademt het in en uit zonder dat je erbij nadenkt. Alleen je hebt pas in de gaten hoe belangrijk het is als in één keer je zuurstof, je vrijheid in één keer weg is. Ik vind het indrukwekkend dat kinderen op deze manier zo betrokken kunnen zijn bij zo'n oud verhaal van 80 jaar geleden. Dat kinderen in staat zijn om echt in te voelen wat vrijheid is. Dat kinderen in staat zijn om daar ook echt betekenisvol op te reflecteren. Dat vind ik heel erg belangrijk. Op de Radboud Universiteit in Nijmegen was er vandaag ook weer een herdenking, namelijk van generaal Gavin en de 82e Airborne Divisie. Hiervoor werden bloemen uitgedeeld met een bijzondere boodschap en er kwamen Amerikaanse militairen langs om voor de burgemeester een optreden voor te dragen. In het studiecentrum Radboud UMC kwamen de burgemeester van Nijmegen en Amerikaanse militairen samen om de generaal Gavin en de 82e Airborne Divisie te herdenken. Deze militairen hebben meegeholpen met de wederopbouw van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Market Garden en de ellende die het heeft teweeggebracht, maar tegelijk ook de bevrijding van Nijmegen op 20 september, is tot op de dag vandaag van immense betekenis. Deze dagen van herdenken wat 80 jaar geleden is gebeurd, staan we ook stil bij wat met name de Amerikaanse soldaten van de 82e Luchtlandingsdivisie, de 82e, hebben betekend. Zij hebben in de strijd om onze stad te bevrijden ook ongeveer 800 levens verloren. De generaal van die Amerikanen, James Gavin, General James Gavin, die was zo geraakt door de ellende hier in Nijmegen dat hij zich erachter heeft gezet. En onder andere geldt voor wat later weer de medische faculteit is geworden. Dus zo zie je hoe er historisch ook banden zijn waar we tot op de dag van profijt natuurlijk van hebben. Want ja, wie zou zich in Nijmegen zonder universiteit kunnen voorstellen? Nou ja, er was wel veel kapot, ook qua universiteit. Dus ook zij hadden steun nodig om weer een nieuwe toekomst in te slaan, de draad op te pakken. Naast dat er op de bijeenkomst militairen op kwamen treden en een aantal nummers zongen voor de burgemeester, waren er ook mogelijkheden om een persoonlijke boodschap te schrijven en die vast te maken aan een bloem.
Ja, de bloemen is eigenlijk voor iedereen een persoonlijke boodschap rondom het thema vrede. Dus iedereen kan het op zijn of manier invullen. Ik heb bijvoorbeeld toegevoegd, ik vind gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede wel bij vrijheid passen. En zo zal iedereen zijn eigen invulling hebben bij begrip veiligheid. Dus het zal een mooie collectie gaan worden, denk ik. Achter deze bijzondere herdenkingsbijeenkomst zat een duidelijke boodschap. Dat er uit iets heel vreselijks, want de oorlog is natuurlijk niet leuk. Het leidt tot moord en doodslag. Het leidt tot verwoesting van alles wat je mooi en dierbaar in het leven kunt vinden. Maar dat er ook wel iets goeds uit kan voorkomen. De politie is dinsdagavond uitgerukt vanwege een melding van een verdacht object voor een woning aan de Meeshof in Wijchen. Er lag mogelijk een handgranaat voor de voordeur van een woning aldaar, meldt een 112-correspondent die ter plaatse was. De politie bevestigt woensdagochtend dat er inderdaad een explosief werd aangetroffen voor de voordeur van de woning, maar kan niet bevestigen dat het om een handgranaat zou gaan. Het onderzoek wordt voortgezet en de politie roept eventuele getuigen op zich te melden. De politie heeft dinsdagavond nogmaals aandacht gevraagd voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen in juli dit jaar. Een vrouw sloeg toen na een woordenwisseling met een glas in het gezicht van een andere vrouw, die daarbij flinke verwondingen opliep aan haar gezicht. Het incident speelde op de avond van maandag 15 juli tijdens het festival Watermeloen op Kelvingsbos. De politie toonde dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht voor het eerst bewegende beelden van een vrouw die met het glas sloeg. Ze is tussen de 1,65 meter en 1,70 meter lang, heeft een lichte huidskleur en wordt rond de 20 jaar geschat. Ze heeft lang blond haar en had veel make-up op, zo werd uitgelegd. Als het aan het Nijmeegse stadsbestuur ligt, zakt op de helft van de wegen waar automobilisten nu nog 50 km per uur mogen rijden, de maximumsnelheid terug naar 30 km per uur. De aanpassing moet zorgen voor minder ernstige gewonden in het verkeer, zegt het Nijmeegse college. Het aantal verkeersgewonden in Nijmegen verdubbelde de afgelopen 4 jaar van 62 naar 128. Volgens het college heeft de snelheid van voertuigen een grote invloed op het aantal verkeersongevallen en de ernst daarvan. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km per uur zou volgens het college leiden tot minder ongevallen en een betere leefbaarheid in de stad. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het plan. Ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en wie dat wil, kan vanaf nu een coronaprik halen bij een GGD-vaccinatiepost. 4,5 jaar na het begin van de pandemie is dit de 6e prikronde. De boostervaccins zijn bedoeld om mensen een ziekenhuisopname te besparen. Toch maakt de GGD zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad en mogelijke bezuinigingen. Deze vloeistof vloeit weer rijkelijk vandaag. De mensen staan in de rij voor de 6e vaccinatieronde tegen het coronavirus. De pandemie ligt al even achter ons. In hoeverre is die prik nog wel nodig? De boosterprik gaat mensen die nu uitgenodigd worden vanwege een kwetsbare gezondheid weer extra beschermen tegen het krijgen van ernstige symptomen door corona. Dus minder ziekenhuisopnames en uiteindelijk ook minder sterfte. En ik denk dat het daarom belangrijk is. En aan de andere kant laat onderzoek ook zien dat als mensen gevaccineerd zijn, dat ze bijvoorbeeld minder kans hebben om post-covid-syndroom of long-covid te krijgen. Er heersen alleen grote zorgen bij de organisatie. Er hangen namelijk bezuinigingen boven het hoofd. Minister Agema van Volksgezondheid koerst op een structurele bezuiniging oplopend tot 300 miljoen. Maar zou die geldkraan dichtgaan, kunnen we dit dus niet meer doen op al die locaties. Wij zijn in 22 locaties in onze regio zijn we actief, dichtbij. Mensen hoeven niet ver te reizen. Ja, als het er allemaal niet meer is qua geld, zal het qua service beduidend minder eruit gaan zien. De minister zegt dat het onderwerp haar volledige aandacht heeft. Maar op de vraag hoe zij de bestrijding van corona en het vaccineren op peil wil houden zonder geld, geeft zij geen antwoord. Na Prinsjesdag zal in breder verband beleid worden vormgegeven, inclusief de mogelijkheden voor financiering. En ik sta er misschien wel wat ontspannen bij, maar ik maak me serieus zorgen over deze ontwikkeling. Dit is niet goed. Het weerbericht van gisteren kunnen we eigenlijk gewoon kopiëren en plakken naar vandaag. Net als de afgelopen dagen belooft ook morgen een zonovergoten dag te worden. De temperatuur loopt wederom op tot zo'n 24 graden. Ook de dagen erna blijven nog droog en zonnig. Vanaf zondag loopt de kans op een enkele bui weer op. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 18 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app.
Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.